In een poging de tijd stil te zetten, dacht ik terug aan die decemberochtend toen de telefoon ging en aan de woorden: ik wil dat je mijn minister van Buitenlandse Zaken wordt. En aan de installatieceremonie waarbij mijn adelaarsbrosje losraakte. Man over boek. Dit boek, mevrouw de minister, gaat over het leven van Madeleine Albright. Een bijzondere vrouw. Zij ijverde voor de burgerrechten en voor de vrouwenrechten in een toen toch nog wel echte mannenwereld. Zij was eerst ambassadeur bij de Verenigde Naties en later de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Zij kwam er door hard te werken. Ze was zeker geen glamour queen. Zij studeerde bijvoorbeeld Russisch tijdens haar zwangerschapsverlof. In dit boek vindt u zowel haar persoonlijk verhaal als de grote verhalen die zich in de jaren 90 in de internationale politiek afspeelden. En dat blijft altijd nog bijzonder aangenaam om te lezen. Als de waarden van de vrije wereld in het geding komen, staan Europa en Amerika aan dezelfde kant, de juiste kant. En zorgen we door één te zijn dat ook de vrijheid zich aan de winnende kant bevindt.